Hallo mensen, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering Disneycraft 122, waar we weer nieuwtjes hebben en we gaan ons voorbereiden alvast op de kerst. Je zal denken, waarom zo vroeg? Ja, het is al november, de tijd schiet al op en deze aflevering gaan we doen met Robby. Hallo. En met Robin. Hallo. Hallo, en we gaan met nog iemand doen en waar is die? Waar is die eend? Hij was vroeger een eend, hij speelde in Ik voel me een eendje. Weten jullie wie het is? Het is Robbe. Oftewel, yeah. Rubex. En jullie zien ons terug na de intro. Okay, people, let's go to work. En ik ga jullie beloven dat het intro sowieso wordt aangepast in 2015. Dus daar kun je ook op voorbereiden. Wat een schattige skin. Kijk die 007. Kijk dat. Zie je? Ah, die kakwangen! En die kakwangen, ja. Ja, shotter. Oh, maar die heeft altijd, die had altijd kakwangen, die Waarom heeft iedereen een bruin pakje aan? Ik weet niet. Ik snap het ook niet. Een bruin Jullie pakje? Jullie hebben allemaal een bruin pak aan. Ja, maar dat is vrolijkheid. Wie heeft er een bruin pak aan dan? Wie heeft er allemaal een bruin pak Jij? Aan dan? Jij? Jij ook. Oh ja, hier, die gozer ook. ABC Freak. Nou, wie nog meer dan? En deze? Deze, Oh, Tivano, Tivano ja? Tivano Games? Oh ja, nou misschien is bruin dus een beetje mode, hè? Nee. En wat ik had gezien is dat dat hier ijs ligt en dat we hier al een beetje kunnen schaatsen. En we hebben natuurlijk de schaatsbaan van Frozen, maar nu kunnen we dus bij het Disney, kunnen we eigenlijk gewoon... Ja, we kunnen dit gewoon skippen, zie je dat? Je hoeft niet meer heel die end door die hup, je kan gewoon huppakee. Hup, snap je? Nou, oké, okay, maar... Oh yeah, echt vet. Yeah, oh yeah. En hier, dit vind ik echt triest. Vind ik zielig van het eentje hier. Moet je kijken, die helemaal vastgevroren in het ijs. Ik kan niet eens meer vooruit. Echt niet? Nee, alle eentjes vriezen in het water. Freeze-hosting. Ja. Echt freeze-hosting dit. Jammer dit. Vind je het zielig, Robby? De eend van Prins Frizo. Nee. Ja joh. En nou, zoals je ziet is Halloween al helemaal opgeknapt door de mensen van Disneycraft. Ik heb niet eens aan meegewerkt om het op te schonen. Ik wil ook even kijken of niks is vergeten, want we hebben namelijk best wel veel in de Main Street hebben we. En we zijn met een hele groep mensen. Kijk, ze komen achter ons aan. En Robin, we gaan jou vandaag... We hebben een nieuwe moderator in de server. Dus iemand die gaat opletten op de chat. Hij gaat attracties openen voor jullie. En hij gaat... hij kan mute en bannen. Dus wees voorbereid. Pas maar op. Pas maar op voor Robin. Hij is heel gevaarlijk. Hij is nog enger dan Constantine. Nee, maar... Oh, en bedankt. Nee, dat zal wel niet. Robin, kom eens. Waar is Robin? Ja, zie je? Hij gaat gelijk naar Constantine, zie je het? Oh, Constantine zo. Je had hetzelfde idee. Ja. Robin, jammer dit. Ja, iedereen die gaat op je plaats staan. Ja, jammer dit. Oh, ze kunnen wel! Zo, goed zo, dankjewel. En we willen een beetje de Main Street gaan veranderen. En sowieso het hele mooie kasteel van ons willen we gaan aanpassen in een beetje kerstsfeer. En dat is natuurlijk, ja, dat is leuk toch? Echt schattig. Echt schattig. En, nou ja, Robby, jij hebt natuurlijk al een beetje verstand van kerstdecoratie en zo. Weet ik niet. Waarom zeg je dat? Weet ik niet. Ik hang vast. Ja, ik ook. Iedereen hangt vast. Ik hang ook vast. Oh, en hij doet zo. Kakwang. Kakwangstoot. Dat was een kakwangstoot. En we gaan eens even kijken, want jij weet de kleuren van de kerst, hè? Dan had je, Jan sprak over met red, sprak je al? Red hebben we moeten gebruiken en ik denk green, toch? En white. En, ja, en rood. En rood en groen en wit. Zijn dat een beetje, zal ik ze even hier neerleggen? Dan kunnen jullie hem pakken. Hier zo. Hier zo. Ik heb ze al. En hier zo. Ik heb ze ook al in mijn inventory gestoken. Oké. Okay. Nou, en ik ben sowieso van... Ja, kerst vind ik altijd wel leuk. Misschien kunnen we die... Sowieso die lantaarnpaaltjes kunnen misschien een beetje kerst krijgen. Dus waarom gaan we niet een beetje aankleden met rood eronder? Is dat niet leuk? Overal wel kerstbomen zetten, vind ik ook wel schattig. Of van die kleine kerstboompjes? Ja, van die mini kerstboompjes. Ja, we kunnen al... Ja, nou, heb je een voorbeeld hoe we dat kunnen bouwen? Want ik dacht eerst op de middenstip kunnen we misschien iets bouwen, dus voor het kasteel. En ja, dan, we kunnen wel wat proberen, als ik nou gewoon een oak heb. Kijk, en dat is de structuur, hè? Die gaat in het midden zo. En dan wordt zo'n grote kerstboom ongeveer, dat is misschien wel redelijk. En dan gaan we die van, ik neem aan van leaves maken, of niet? Of van de speciale leaves. De spruce leaves, hè? Ja, of maar niet? Van spruce kunnen geen red... Ah ja, we kunnen glowstone steken met lampjes aan. Oh, dat is ook leuk, ja. Moeten we kijken hoe breed we hem gaan doen. Ik heb hem nou 3 breed naar achter.
Ja, we kunnen hem nog breder maken. Denk nog eentje verder, denk je niet? Ja, dat is een lekker grote kerstboom. Ja, toch? Pakjes onder. Ja. En hoe jij deed was inderdaad wel handig. Misschien kunnen we aan die hoek even weghalen. Zo. Huppakee, we halen gewoon weg. Random, huppakee. Hartstikke leuk. En... hoe doe je het? Kijken. Ja, een soort kerstboomvorm. hoe gaat die kerstboom vorm? Even kijken, welke vorm is nou goed? Want we hebben verschillende vormen. Is zo doen, ja? Ja, ik denk het zo. En oh, er zit iemand hier. Ja, die zie je hem? Jammer dit. Ja. Ja. Als ik hem onder een blokje plaats met... Oh, hij werd al weg. Oké. Okay. Sorry. Maar ik wist niet dat mensen op het liefst konden staan. Je is dat niet voor de andere liefst? Ja, de ook liefst is dat. Oké. Okay. Is er weer iemand in? Wat verdomme. Verdomme. Pech. Nee. Nee, de andere kant. Ik wil de andere kant doen. Jij dacht ik ga naar de andere kant zodat ik jou niet hoef te doen. Weg. Nee, is niet goed. Dit is niet goed hier. Ja, zag het. Ja. Ja. Is een leuke kerstboom zo? Ja. Dan mag je alweer de piek doen. Nou, die gaat de hele dag opzitten natuurlijk, hè. Die straalt. Ja, toch is er zoiets, kijk. Kst. Toch? Zoiets? Oh, ik vind het. Ja. Ik weet niet hoe we hem hebben gedaan, joh. Ik weet het ook niet. Jeetje, wedstrijd, we gaan allemaal een aparte kerstboom maken en de mooiste komt te staan. Nee, maar dat klopt toch niet? Die mensen, we zijn vergeten de stam eronder te doen. Daarom leek het net een struik van 4 bij 80 meter. ik had zoiets van, we doen iets verkeerd. Ik moet het opzoeken op internet. Wat hebben we verkeerd gedaan? Nou, dit ziet er wel wat beter uit. Nu gaan we een machtig mooie boom maken. Dat hopen we dan. Ja. En ik heb gezien dat op internet dat ze zeg maar met een zeg maar het hoeft niet helemaal netjes te zijn. Het mag gewoon een wat grotere wat groter zijn in het begin. Ja. En dan werk je langzaam naar de top, toch? En dan ook zo lagen erin, zodat soms ik even naar binnen gaat en dan. Ja, inderdaad. Je snapt hem. Daar kunnen de. Kijk, dit ziet er al leuk uit, toch? Zoiets. Oh, echt tof. Ik heb nou al zin in de kerst. Ja? Ik niet. Moet je wel allemaal cadeautjes geven? Moeten we de tweede laag erop doen of niet? Maar dan eentje naar binnen. Die moet nog een beetje breder hoor, anders schiet het heel raar uit van de onderkant. Ja, zoiets. Ik denk, Vincent, dat je toch die stam er ook even in moet bouwen. Welke toch stam? Wel. Die in het midden van de boom, dat die ook de stam zo omhoog gaat. Ja, denk het ook, ja. Oh, ja. Je ziet dat die ontbreekt. Ja. Kijk hoor. Hier zit de stam. Ja. Oké. Okay. Ik ga die stam helemaal naar boven. Hoe groot we hem willen, ja. Nou ja, het kan natuurlijk immens groot. En dan kunnen mensen naar boven klimmen met een ladder. Is dat niet leuk? Ja, dat is leuk. Jump map zo. Ja, of gewoon, nou ja. Of een, ja, misschien. Of gewoon een... doe ik het goed zo? Niet, Robex? Nu tel redelijk recht omhoog zijn. Trek. Ja, klopt, maar dat is de taak om dan zeg maar een soort van dingen erin te maken. Of van die sneden zo, van die uitsneden. Eerste opmerking. Wat is dat ding lelijk? Wat moet het voorstellen? Jammer dit. Dat is wel mooi, gemeen. Dat is echt een mooie knoepert dit. Vind je? Knoepen. Ja. Oh, die ijslollies zijn leuk. Ze hebben echt commentaar erop. We hebben het niet eens afgebouwd. Ik zeg, het is een boom. Oh, dat zie ik er niet in. Oké. Okay. Wie zegt dat? Oké, ik bouw voor die jongen. Milan VC. Oké, okay, waar is die jongen? Ik ga voor zijn gezicht een boom maken. Waar zit die? Milan VC. Ik ga hem opsluiten op die boom. Kijk, ik ga hem hier omdoen. Dat een boom is! Zo. Kijk, dit is een boom. niet over commentaren. Milan. Wow. Dit is een boom. Fucking mooi. Mooi? Mooie boom. Mooie boom, hè?
Laten we die gebruiken als raket. Okay. Het is gewoon een raket. Ik zal gewoon, ik zal hem mooi maken zo. Kijk, mooi hè? Hij heet prachtig. Maar ik vind dat onze kerstboom wel redelijk op een kerstboom lijkt. Best wel, ja. Ja, een beetje uitgevallen, maar het lijkt begint al op een kerstboom. Ja, dat is je haar toch ook? Welkom in de crew. Nee. Nou, ik ga weer niet slapen. Nee. We zitten hier ook elk jaar op een bepaald radiostation ook altijd kerstliedjes te draaien. Oh, shut up. Dat doet mijn collega altijd. Oh, een harde zucht. Kan je dan? Doe maar niet. Dan ben ik op kantoor aan het werk en dan hoor ik vanaf, nou ja, nadat Sinterklaas voorbij is, hoor ik de rest van de maand alleen maar kerstliedjes. Schat en dat is toch? De hele dag dezelfde afspeellijst. Leuk toch? Nee. Ik denk na 2 dagen dat ik echt gek ben. Ja, dat heb ik wel. Ja, klopt. Ja, je moet niet te lang horen, maar het is wel gezellig altijd, hè? Nee, maar mijn collega die houdt dat hele dagen vol. Ja, joh? Ja. Die zit gewoon vanaf 5 december tot aan kerst hoor je de hele dag kerstmuziek bij hem. Als je gewoon even eraf gaat, die ABC kan, dan kan ik daar nog wel even wat op bouwen. Maar als die ervoor zit, ja. Maar ik doe wel met snow of zo. Ik denk dat je hem dan wat groter kan maken als een, zeg maar, een soort van, dat er een lus op zit, ziet. Wat dikker pakje is. Leuk. Maar echt cute. Oh, het is echt zo klein. Kun je kijk, die steek er ook op, hè. Het is een Xbox, ja, dat zit erin. Het is een cadeautje, dan ga je niet zeggen wat het is. Het is een PlayStation 4. Dat is ook een cadeautje. Ik heb zojuist Milan wijsgemaakt dat we een stoel maken. Echt? En hij zegt, wat is er nou belangrijk aan zo'n stoel? Allee. Zo. Jongen. Weg jongens, weg, ik ben aan het bouwen, ik probeer te bouwen. Weg, weg. Weg, probeer te bouwen. Weg. Weg, 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 weg. Ja, opgesloten, jammer joh. Jammer joh, ja, jammer joh. Ja, ja, en nu kom je er niet meer uit, hè. Ja, jammer joh, jammer joh. Jammer joh. Dit jaar pakken we schele sjaak aan voor kerst. Hier staan, in de Main Street straat zo. Wat dan? Ik zeg ze allemaal staan. Oh, ja. Oh, mijn hoedjes op. Ze bidden vast natuurlijk, hè. Fuck, shot. Voor de kerst, hè, bidden ze vast. Nu zijn die kikken zo. Ja, kijk, al mocht ik een hel. We mag niet kijken. Wat erg. Is de boom al bijna klaar? Hierboven nog een beetje, toch? Hallo? Huh? Ja, nou, een beetje, ja, van boven moeten nog af. We missen de piek. Ja, moet die stam niet Anton, meer zien. Anton, is je Anton zeker, of niet? Anton Piek. Antopie. Normaal is dat wel maar, zo bij een volgens mij wel, ja. Ja, maar het is Minecraft. Een beetje in de top, een beetje... Dat is toch raar? Ja, maar hij heeft sowieso een rare vorm, die boom hier. Want hij is ineens te kaal geschoren. Het is alsof je met je hoofd, dat je gewoon echt een rondje zo om je hoofd heen draait. En zo van, okay. Moet hem nog een beetje dunner maken, hoor. Want hij is nog niet helemaal lekker, hoor. Ja, jullie komen allemaal in de video. Ja, het is goed. Het is goed. Kijk, ik zag wel wat zitten, jongen. En ook zo'n locomotiefje op de ende. Ja, is dat? Dat kan niet. Oh, hij moet die kant. Kijk, dat klopt. Ja, zo. Oh. Kijk. En wel heel veel. We zijn heel veel mensen hier. De kerst. Nee, kijk, Fischot. En nu kunnen ze allemaal niet meer uitstappen. Kijk, Fischot. Oh, er zitten wel een paar in elkaar hier. Ja, weet ik. Ga vanzelf wel. Als die gewoon de baan loopt, dan gaat dat vanzelf. Bassi zit voorop. Ja, dat gaat vanzelf, dat hoop ik. Bassi. Oh! Ja, wacht even. Wat doe ik? Komt dat hij inderdaad technische hier... Technische storing. Trein van de NS. Goedje. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Hopelijk vond je een leuk filmpje. Vergeet vooral niet een groen duimpje te geven. Dat zou heel fijn zijn. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. Dat kan ook allemaal. En bedankt Robby, Robbe en... Robin en Robbie? Allemaal met een R! Je begint allemaal met een R! Robbie, Robbe, Robin. Nou, en Rocent. Doei! Doei! Doei.